Sammy Mae. Ja, een deugddoende overwinning, denk ik. Hè. Ja, het doet heel veel deugd. We hebben gestreden voor die 3 punten en vandaag hebben we het kunnen halen. Dus een heel mooie en collectieve overwinning van mij. Ja, en gaan niet meer de tweede helft ook. Hè? Misschien een beetje geluk dat de VAR daar nog dat tweede doelpunt van de cirkel afkeurt. Ja, maar ik denk niet dat het echt geluk is, want als het VAR zegt dat het geen goal is, dan is het eigenlijk geen goal. Dus het moest nooit goal zijn en is ook geen goal, is niet goedgekeurd. Dus ik denk niet dat het geluk is. Het is gewoon een feit. Dus niet echt geluk. Ja, je maakte vandaag ook je debuut. Proficiat daarmee. Je stond tegenover Kylian Hazard, maar daar leek je het soms toch een beetje moeilijk mee te hebben. Hè? Dat was heel snel. Ja, heel snel. Hij draait heel snel. Hij heeft een goede actie. Maar in het begin was een beetje zoeken. Maar verder dat de wedstrijd vorderde, had ik hem een beetje... Ik wist een beetje meer hoe ik mijn positie moest aannemen. En aan het eind van de wedstrijd ging het al veel beter. Je speelde vandaag ook nog met een masker, maar op een bepaald moment was je dat precies helemaal beu. Ja, nee, eigenlijk was mijn zicht niet optimaal. Dus daarom heb ik eigenlijk besloten om die masker eigenlijk weg te gooien zonder te spelen. En ik voelde me dan veel beter. Dus daarom heb ik gewoon die masker weggegooid. En nu hebben we nog 2 thuiswedstrijden. Misschien wel het moment om punten te pakken met oog op play-off 1. Ja, altijd punten pakken is altijd goed. We proberen altijd wedstrijd per wedstrijd te kijken. En zoveel punten eigenlijk te nemen. En dan zien we wel voor die play-off 1. Maar eerst wedstrijd per wedstrijd kijken.